In 2020 komt er weer een Most Wanted-lijst. Korpschef Roberto Prade haalde bij de jaarafsluiting van het Korpspolitie Suriname aan dat de Most Wanted-lijst niet zal zijn zoals we het al die tijd hebben gekend. Er komt een extra dimensie en die zal ervoor zorgen dat de politie extra succesvol zal zijn. Korpschef Prade zei ook dat er meer maatregelen komen, genomen zullen worden om de criminaliteit te beteugelen. Het KPS heeft een apparaat aangeschaft dat de criminaliteit beter moet beheersen. Prade zegt dat het apparaat nu al haar dienst heeft bewezen en in de toekomst meer hiervan te verwachten is. Voor wat betreft bedrijfsmatige operaties van het korps betreft SUIF zijn er in het afgelopen jaar een paar gedurfde maatregelen getroffen om de financiële positie van het korps te versterken. Zoals bijvoorbeeld noemde de korpschef de wisseling van de wacht bij de financiële administratie van het korps. Prade zegt dat het KPS zich moet ontwikkelen van een verlieslatende organisatie naar een bedrijf met veel potentie. Met de verkiezingen in aantocht wordt een groep van 170 man opgeleid en 400 recruten binnengehaald voor de versterking van de politieorganisatie.